Voor zover dit mogelijk is, wordt Jan Linders in Lent uitgeruimd en schoongemaakt. Volgens het schoonmaakbedrijf, wat de taak heeft om de installaties te bergen die nog over zijn, zal het grootste gedeelte van het pand gestript en gereconstrueerd moeten worden. Vanwege instortingsgevaar is een gedeelte, op lasten van de verzekeringsmaatschappij, in en rond het pand afgesloten voor mensen. Ook het schoonmaakpersoneel mag niet in het gebied rond de kassa's waar de hevigste brand gewoed heeft komen. De woningen boven de plaats waar normaal gesproken de winkelwagens staan, zijn vanwege het instortingsgevaar ontruimd. Van de woningen ernaast zijn faciliteiten zoals afvoer en riolering niet bruikbaar. De totale schadekosten zijn nog niet bekend, maar deze zal waarschijnlijk in de miljoenen lopen. Op Oudjaarsdag branden Jan Linders en Lent helemaal uit. Dit jaar kunnen maximaal 47.000 wandelaars een startbewijs krijgen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hiermee is het aantal startbewijzen met 1000 verhoogd. Vorig jaar werd vanwege de 100ste Vierdaagse het maximum al verhoogd tot 50.000. Dit was een eenmalige verhoging vanwege het jubileumjaar. Stichting de Vierdaagse, die de organisatie van het evenement verzorgt, had vorig jaar al aangekondigd dat er dit jaar niet zoveel startbewijzen afgegeven zouden worden. Toch is er blijkbaar een verhoging van 1000 startbewijzen. De inschrijving voor de Nijmeegse Vierdaagse start op 30 januari om 8 uur 's morgens. Het evenement wordt gehouden van 18 tot 21 juli. 16 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan vanaf 2018 samen duurzame energie inkopen. Het gaat erbij om de energievoorziening van de gemeentelijke panden en dus niet om de energie voor particulieren. De inkoop is een ambitieus project. Een deel van de duurzame energiebronnen moet nog gerealiseerd worden. Vanaf 2050 moet de gemeente energie-neutraal zijn.